Hoi, ik ga je deze week laten zien hoe een week van mij als student in Gent eruit ziet. En we beginnen de week natuurlijk op maandag. Ik vertrok op mijn fietsje naar het MSK in Gent. We moesten daar op tijd zijn voor een nieuwe briefing van een opdracht. Super spannend, maar ik vond het echt geen probleem om op maandagochtend naar een museum te gaan, die we ook nog eens helemaal voor ons alleen hadden. Kijk naar al deze mooie kunst. Ik vind dit echt geweldig. Alle werken waren super gedetailleerd. Ik was echt grote fan van dit museum. En uiteraard moest er ook nog even geluncht worden. Dat deden we bij Chapelure in Gent. En toen moest er op school nog een beetje gewerkt worden. We moesten een concept bedenken en daarmee aan de slag gaan de rest van de dag. En uiteindelijk, rond ongeveer 5 uur, konden we naar huis. Ik ging op mijn fietsje weer terug naar Nederland. Niet helemaal fietsend naar Nederland, maar je snapt wat ik bedoel. Want ik moest de dag erna werken. Dus hier is het al dinsdag. Wow, en ben ik op weg naar mijn werk. Ik vind mijn werk mega leuk. 10 minuutjes rijden in de auto en dan lekker op kantoor computeren en van alles doen voor het bedrijf. Super fijn, super leuk werk. Dus dat doe ik bijna altijd op dinsdag naast school. Deze dinsdag moest ik na mijn werk nog terug naar mijn kot. Dus ik heb snel gegeten, mijn spullen gepakt en ben 's avonds terug naar Gent gegaan. Hier zie je ook mijn mooie kamertje, hartstikke leuk. Want de dag erna moest ik om 8:30 op school zijn. Toen was het woensdag. Dit was mijn outfitje voor de dag. We begonnen de les om 8:30, een uurtje. En daarna gingen we naar een koffiebar. Ik drink geen koffie, maar ik haal altijd warme chocomel. Super lekker ook. Dan hebben we wat op school gewerkt voor een groepswerk. Moet ook gebeuren. En toen heb ik iemand geholpen in de fotostudio. Super leuk. Even handmodel gespeeld met mijn mega lelijke handen die daar niet geschikt voor zijn. En toen zijn we samen naar nog een koffiebar geweest. Toen was het tijd voor een theetje in plaats van een warme chocomel. En daarna nog 2 uurtjes les. En toen was ik opeens bij de opening van de Urban Outfitters met gratis bier. Was mega leuk. En 's avonds was het tijd voor een heerlijk bordje spaghetti. Goedemorgen op donderdag. Even opfrissen. Dan was dit het outfitje om even op pad te gaan naar de stad. Ik deed een wandelingetje naar de stad en daar ging ik de H&M binnen. Ik had daar een broek gezien, die wilde ik passen. Dat is deze hele leuke met glittertjes, maar hij was helaas niet geschikt voor mij. Niet helemaal voor mijn figuur, dus die heb ik snel weer teruggehangen en niks gekocht. Daarna ging ik weer op pad, terug naar mijn kot. En dan moest er ook nog een beetje gewerkt worden voor school. Dus zoals je kan zien heb ik dat heel braaf gedaan. Met af en toe een beetje snoepen tussendoor. Helemaal lekker. En daarna heb ik mezelf nog meer verwend, want ik heb Domino's pizza besteld. Super lekker. Een pizza, cinnamon sticks en nog iets anders. En het was echt yummy. Na het eten heb ik mijn presentatie in elkaar gezet voor de dag erna. Want op vrijdag hebben we studio en dan moeten wij altijd onze concepten en ideeën presenteren in een mooie presentatie. Dus dat was ik hier aan het doen. Weken zoals deze vliegen echt voorbij, want toen was het alweer vrijdag. Dit was mijn outfitje vandaag. Even showen. Superleuk. En dan was het tijd om op school te gaan werken. Na de feedback was ik nog wat aan het fine-tunen aan mijn concept. Hier zie je een uil. Ik wil misschien iets met een uil gaan doen. En hier zie je ook nog een leuke animatie voor in mijn portfolio als het goed is. Even showen. Ik heb toen nog de restjes van gisteren opgegeten. Dat is altijd super fijn. Ik ben dan naar huis gegaan, terug naar Nederland. En ben met mijn moeder boodschappen gaan doen. Oh ja, ik ben ook bezig met een haakprojectje. En hier zie je de status daarvan. Helemaal verslaafd aan het haken. En toen was het alweer zaterdag. Wow, weekend. Ik was dansles gaan geven. Helemaal bezweet. En daarna ben ik lekker chill weer gaan haken. En heb ik de hele dag achter de computer gehangen. Ik vind dit zo leuk om te doen. Hier was het ook bijna klaar. Ik was hier de voor- en de achterkant aan elkaar aan het maken. Dus hier was het echt bijna klaar. Op naar de zondag. Op zondag heb ik weer voor school gewerkt. Eigenlijk voor mezelf, want ik heb gewerkt voor mijn portfolio. Dat moet bijna af. Dat moet eigenlijk al af. En hier heb ik tussendoor nog wat chips gemaakt. Dat zag ik op TikTok. Is super goed gelukt ook. Heel leuk. En toen heb ik weer een beetje voor school gewerkt. En ik heb nog een beetje gehaakt tussendoor. En nog super lekker gegeten. Frietjes op zondag is eigenlijk altijd onze standaard kost. Nog een beetje gehaakt.
en een appeltaartje om de week mee af te sluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om een weekje mee te kijken met mij. Vergeet dan niet je duimpje omhoog te doen en op mijn kanaal te abonneren. We zijn op naar de 1000. Superleuk. En hopelijk zie ik je heel snel bij een nieuwe video. Doeg!